Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Vandaag ga ik eventjes spelen met een gay class, kan je wel noemen, want ik heb de Elsat aangezet met Target Finder en Quick Draw erop met de Hellstorm, de Lightning Strike en de Orbital V-Set. En we gaan even kijken of we hiermee kunnen gaan sponsoren, want de map Hydro is zo ingedeeld. Als je de A en de B-vlog hebt of als je de C en de B-vlog hebt, dan kan je ze keihard gaan sponsoren. Dus dat gaan we even proberen, maar dan moeten we... Nou oké, dat gaat wel lukken, kom maar op. Ik ga ze pakken. Oh kut, we krijgen nu al eens voor op ons kop. We moeten gewoon even die sponsor een beetje opzetten. Als die eenmaal staat, dan kunnen we gaan sponsoren. Ik heb express target finder et cetera aangezet. Dan kunnen we gewoon goed die enemies zien lopen. Dan kunnen we ze gewoon goed door de pisvlek knallen. En daarnaast heb ik die twee streaks aangezet. De Hellstorm en de Lightning. Zodat we, als ze ergens spannen op één plek, dan kan je meteen een dikke multikill maken. Omdat ze echt gewoon in één keer met een 9 naast elkaar spannen. Dus nu hebben we de B-vlag, dat is punt nummer 1. Dat is dus eigenlijk hetgeen wat je als eerst moet doen. Daarna moet je nu langzaam proberen door te rennen. Maar dan moet je zorgen dat je dus niet doodgaat. Want als je doodgaat ben je weer de lul. Moet je weer van vooraf aan beginnen. Dus nu moeten we zorgen dat we niet doodgaan. En dan moeten we langzaam doorrennen naar die vlag van hun. Maar kijk, je ziet het, ze zitten onder de B-vlag. Dus ik blijf hier eventjes op scopen. Ik ga eventjes noob spelen hoor vandaag. Want ik wil jullie even een tactiek aanleren die jullie ook gewoon kunnen gaan toepassen. Die eigenlijk iedereen gewoon kan gaan toepassen. Want dit is gewoon pure sponsor in deze map. Het is gewoon gemaakt voor sponsor eigenlijk deze map. Dat gaan we vandaag even proberen te doen. Ze spannen nu bij A. Kut, sorry, spannen ze geflipt omdat één iemand erin is gerend. Je moet dit eigenlijk ook altijd doen met een full party. Want je ziet het, als één iemand erin rent, dan wordt die hele tactiek verneukt. En dan gaat meteen die lightning mis. Gaat meteen alles eigenlijk helemaal fout. Maar we hebben nu de C-vlag zo te zien, die zijn aan het pakken. Kijk, je ziet het, spannen in één keer met z'n drie daar. En zo gaat het zo meteen de hele tijd als je eenmaal die sponsor hebt goed hebt opgezet. Maar dan moet je wel voor zorgen dat je team dus niet erin gaat rennen. Want als je team erin rent, dan ben je kaart op nul. 8-0 op het moment, even langzaam reloaden. Dat duurt 5,5 seconden met de Elsat. En dan ga je er gewoon langzaam weer op af. Langzaam weer proberen een beetje die spawn in te rennen. En zometeen, kijk, nu heb ik een orbital, dat is helemaal chill. En ze mogen niet de B-vlag krijgen, dus die moet ik snel killen, want die mogen ze niet krijgen. En nu, kijk, je ziet het, ze spannen allemaal daar achterin, allemaal. Dus nu moet je de spawn erop op gaan zetten. Nu moet je hem opbouwen. Nu moet je hem opbouwen. Enemies moeten nu mijn richtbed in gaan lopen. Ze mogen niet via boven me killen, want dat telt niet mee. Dat telt niet mee, zeg ik net. We mogen ook geen nade gooien. Oké. Kijk, eigenlijk moet je nu zorgen dat je bij de witte auto kan komen. En daar moet je op gaan staan. En dan kan je kaart van spawn hebben. Maar dan moet je niet doodgaan. Kutzooi. Ik wil het even laten zien, man. Daar draait dit gamepje ook om. Even die multikill halen. Kijk. Dat moet je doen. Zo moet het gaan in deze map. Maar mijn team is weer iets te ver doorgerend. Dus ik denk dat vandaag de tactiek niet gaat werken. Dus dit wordt eventjes... Wauw. Ik schiet op vier mensen, gaan alle vier niet dood. Dus dit wordt eventjes een irritant sponsor potje. Maar zoals ik dus net deed, moet je doen. Moet je op die witte auto gaan staan. En dan kan je gewoon zo in één keer die spawn in schieten. En zo moet je de hele tijd door blijven gaan in deze map. En dan is het zo'n makkelijke map om te spelen. En iedereen, zelfs de slechtste mensen ooit, zelfs de beste mensen ooit, kunnen dat in deze map doen. Je hoeft geen full party te hebben. Je kan het ook gewoon solo doen. Maar je moet wel een beetje een normaal team hebben. En daarnaast moet je naast een normaal team natuurlijk ook gewoon een team hebben die niet echt hard die spawn in gaat rennen. Want als je te hard die spawn in remt, dan klopt het gewoon helemaal niks meer van. Dan flippen die spawns en dan kan je dus niet meer spawn trappen. Maar goed, we zitten nu weer bij de B-vlag. We houden die twee vlaggen, dat is de bedoeling. En dan moeten we nu weer langzaam vooruit rennen, op de auto gaan staan, op de auto scope en zo die enemy spawnen schieten. Kijk, dit moet je hebben, dit. Wat ik nu heb, kijk, ze blijven voor je spawn. Huppatee, kill. En nog een kill. 3, 2, 1, hup, nog een kill. En nu zijn de spawns weer geflipt, want iemand is er ingerend, zoals je kan zien. Maar dat moet je in deze map doen. Ik dacht, ik laat het eventjes jullie zien. Ik zag deze map erin kreeg, dus ik dacht, ik laat het even zien aan jullie. Ik hoop dat jullie dat hebben geleerd. Kijk, het is een beetje zielig om te spawntrappen eigenlijk. Want eigenlijk schiet ik nu gewoon die spawn in met de target finder. Ik ben gewoon super gay bezig. Maar het is zo hard overpowered. Kijk dan, ik knal iedereen af. En het enige wat ik hoef te doen is hier te zitten. En we richten het gewoon op die spawn te houden. Je ziet het hier. Assist, assist, assist. Orbital heb ik alweer. Roep ik mijn lightning strike in, want ze spawnen hier. Dan flip ik meteen die spawns terug als het goed is. En ja, je kan zo gewoon de hele tijd doorgaan. Klaar. Er is niks aan. Iedereen kan het doen. Je hoeft er niks voor te doen. Ze spannen nu allemaal bij de andere vlag. Dan clear je gewoon even die vlag. Dan gooi je gewoon zo'n hellstorm of zo erin. Zend die de rent er al in, want die weet dat ik aan het doen ben. En ja, iedereen kan het doen, jongens. Ik zou zeggen, probeer het een keertje uit. Het faalt nu een beetje, omdat ze natuurlijk de hele tijd een beetje te hard erop afrennen. Maar als je een chill team hebt, dan moet het lukken. Ik heb nu al 33 kills. Ik kan makkelijk zo 100 plus halen. Zet je een swarmpje erbij of zo. Dan heb je meteen een swarm binnen. Die had ik net al binnen als ik hem aan had staan. Dat is super makkelijk. En die target finder erbij, dat helpt wel. Alleen het is een beetje gay om te gebruiken natuurlijk. Maar ja, boeien, fuck it. Alles wat gay is, kan ook gewoon grappig zijn om een keertje te gebruiken. Kijk, je kan de target finder gebruiken en ermee campen. Maar je kan ook de target finder gebruiken en ermee sponsor hebben. Dat is al iets minder gay, want de enemies die kunnen ook gewoon eventjes een sniper pakken en dan knallen ze je zo door je pistvlak heen. Maar je kan ook de target finder gebruiken en er gewoon kaart op af blijven rennen. Dat is natuurlijk gewoon het beste om te doen. Maar heel veel mensen die denken van, ik heb een target finder, nu ga ik stilzitten in een hoekje. Nou ja, dan is het natuurlijk niet meer leuk om zo'n wapen te gebruiken. Want dan wordt hij gewoon een beetje te overpowered. En dan kan je er eigenlijk ook niks meer tegen doen als je het tegen je krijgt van een afstandje. Want dan heb je het gewoon helemaal niet door en dan ben je gewoon kaart op lul. Dus
Ja, het is een beetje irritant op Black Ops 2 de ding dat ik nu heb aangestaan, maar... Ja, weet je, fuck it. Gewoon lekker doorspelen en als je hem tegen je krijgt, nou, je moet hem gewoon proberen te killen. Als je de killcam kijkt, dan weet je precies waar hij zich bevindt, kan je precies hem killen. Omdat je gewoon weet waar die ligt en dan knal je hem gewoon zo door de muur heen ofzo. Want de meeste mensen staan toch zo hard te cammen met de Target Finder. Dat je gewoon eigenlijk niks ervoor hoeft te doen. Maar eerste ronde zit erop. 38-5 zoals je kan zien. Sandy die doet precies hetzelfde als mij. Alleen die heeft niet de streaks aanstaan als mij. Die heeft support aanstaan. Dus daarom heeft hij nu wat meer puntjes. Omdat hij de hele tijd UAV runt. Count UAV en Orbital. Dus dan krijg je het +30, +30, +30 in je beeld. En zo kan het dus ook de hele tijd doorgaan. Maar dan, ronde 2. Dan moeten we gewoon weer... Eerst vlag pakken, dat pakt meestal je teamgenoten. En dan kan jij gewoon in één keer doorrennen naar de B-vlag. En dan kan je weer hetzelfde tactiek gaan toepassen. Dus let's go. Je ziet zo meteen iets van 5 teammates op die C-vlag sprinten. Kijk, dan gaat er 1. Dan gaat er 2. Dan gaat er 3. Dan gaat er 4. 4 mensen gaan op de C-vlag. Dan moeten wij gewoon doorrennen naar de B-vlag. Die moet ik zo snel mogelijk hebben. Je ziet dat Sandy gaat er ook meteen op. Sandy die weet dat ik wil gaan spantrappen. Dus dan pakken we eventjes langzaam die B-vlag. Je moet ook niet te haastig of zo willen gaan spantrappen, want dan werkt het niet meer. Dan kan je gewoon helemaal niks meer doen. Sandy is de B-vlag aan het pakken. Die vent ik hem even via hier. Dan kan hij namelijk niet doodgaan. Door bijvoorbeeld de camper die mij nu eerst afknalt in plaats van hem. En dan hebben we weer die B-vlag. Dan kunnen we weer even doorrennen. En mijn teammates die hebben... Oh jawel. Ik dacht ze hebben nog ineens door dat die C-vlag wordt gepakt. Maar dat hadden ze wel door gelukkig. En nu moeten we gewoon weer langzaam erop af. Het is heel erg chill om het toe te passen. Maar soms ook wel een beetje noob hoor. Maar ja, soms moet je noob spelen om gewoon eventjes een chill... potje te spelen om gewoon eventjes je score of zo op te krikken. Moet kunnen vind ik altijd. Je hoeft niet altijd kaart erop af te rennen en niet te hoeven sponsoren. Want soms is het wel even leuk om te doen. Maar kijk, zoals die vent daar dus stond, de headcrisje, dat is natuurlijk niet leuk om te doen. Want die staat daar gewoon en die staat er gewoon stil en die doet niks. Die volgens mij ook een target finder aanstaan. Maar dat is natuurlijk niet leuk om te doen. Zoals je mij doet, nog een beetje vlaggetjes erbij pakken, dan is het wel weer wat leuker om te doen. En ik heb nog streakjes ook. Ik gooi hem meteen op die span daar ook. Kijk, er zitten dan met 3 man te camperen bovenop. Dus die gaan nu alle 3 dood. 3, 2, 1. Komt die jongens. Ja. En dan kijk, als je je leiding hebt gegooid, gooi je meteen de dingen erachteraan. Dan zie je iedereen nu spannen. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoi, hoppatee. Dat moet je doen. Zo hoort het te gaan. Zo moet het gaan in deze map. Gewoon als je leiding hebt gegooid, ook als je Nuketown speelt, leiding gooien. Kills ermee krijgen ze meteen Hellstorm op de spawn gegooid. En dan krijg je meteen altijd een multikill. Want iedereen skipt zo'n beetje de killcam in Call of Duty. Niemand die hoeft dat te zien hoe je dood bent gegaan, want iedereen weet het toch al. En dan spannen ze dus meteen met z'n 5 of 6 naast elkaar. Als je dan een Hellstorm precies op die spawn gooit, dan kan je ze dus in één keer allemaal killen. En dat werkt zo goed de tijd. Je krijgt zoveel multikills er dan altijd mee. Dat is echt gewoon de beste tactiek om te gebruiken met zo'n... sorry. Kijk, die killt me nu deed. Het is de beste tactiek om te gebruiken met zo'n Hellstorm. Maar die enemies die hebben mijn tactiek door dat ik zei het loopt te spantrappen. Dus ze knallen nu meteen af met snipers, omdat ze gewoon achter in de span nu zitten. En ze kunnen er ook gewoon niet meer uitkomen, omdat iedereen van mijn hele team nu gewoon een beetje aan de spantrap is. Jumpshot op hem. Oh, shock charge. Kut. Dat is ook nog eens irritant. Ik gebruik misschien wel leuk een... ik gebruik misschien wel leuk een target finder, maar shock charge is ook altijd nog irritant. Ah, kut, word ik gekilled. Sentry is bijna kapot. Nog 2 of 3 kogeltjes erop en hij is kapot. Dus we moeten even zorgen dat hij kapot gaat. Ik weet niet of hij nog leeft. Ik denk het niet eigenlijk. Leeft hij nog? Ah, hij is al dood. Of kapot. De Sentry kan natuurlijk niet doodgaan, man. Dat is een non-levend wezen. Man. Oh shit, in mijn rug. Oh wow. Nu is het een beetje kut weer. Nu moeten we gewoon weer langzaam een beetje proberen te spantrappen op de hele andere vlag. Maar het moet niet de B-vlag verliezen, want dan ben je gewoon weer de lul. Zo'n super chille tactiek, joh. En je had er altijd een goede score mee. Je kan gewoon niet slecht gaan als je dit soort dingen doet. En je hoeft het niet alleen toe te passen in Hydro, je kan het ook gewoon toepassen in andere map. En daar zat dat Sentry Gun weer. Oh, ah, hij schiet me door de muur heen. In Black Ops 1, Sentry Guns waren kut. In Modern Warfare 3, Sentry Guns waren kut. Treyarch dacht in Black Ops 2, we gaan de Sentry Guns pro maken. En hoppatee, wat krijg je? Als je Sentry Guns op de spawns neerzet, je maakt er zoveel kills mee. Omdat die dingen echt gewoon te sterk zijn eigenlijk. Hij staat er nog steeds, is die nou kapot? Hij is al kapot, mooi zo. Moeten we even zorgen dat we die B-vlog nog terug kunnen krijgen, of dat potje erop zit. Teammate gaat hem pakken, dan ga ik je helpen, maat. Kom maar. Gewoon erop gaan liggen. Als je hierachter gaat liggen, zien de enemies je niet, kan je gewoon langzaam die B-vlag pakken. En dan moet je dat wel in de gaten houden, trappetje. Want daar kunnen ze gewoon in één keer omhoog klimmen met dexterity. En dan ben je dus gewoon keihard lul, zoals deze vet ook doet. Maar dan pak je hem gewoon meteen. En ze kunnen, als je erachter ligt, je eigenlijk gewoon niet afknallen als je de B-vlag aan het pakken bent. Dus dat is gewoon een mooi spotje om meteen die vlag te pakken. En nu gaan we gewoon weer lekker langzaam kijken waar ze spannen. Ik ga er ook niet meer op afrennen, want het potje zit er bijna op. En er spant niemand. Serieus? Jawel. Ik zat erop te wachten. Kijk. Ik wou even mijn streakjes halen. Kunnen we kijken waar ze zitten. Gewoon even scannen. Ik gooi 1 streak echt kapot schepen. Maar ja, dat maakt niet uit. En dan, oh, zit hier gewoon weer, hè. Wat een mongol, joh. Die gaat er gewoon de hele tijd staan, volgens mij. En, oh, door de muur heen. Lekker. Hellstormpje meteen gooien, want ze spannen er weer allemaal. Je ziet het. Kijk dan. Let op. Hoppatee. Zo moet het gaan. Hebben we meteen een orbital. Nou, wat wil je nog meer eigenlijk hebben? Allemaal multikills krijgen. Niet met een full party lopen spantrappen, maar gewoon in je eentje. En met Sandy erbij natuurlijk.
En je team gewoon een beetje proberen bij jezelf te houden. Je moet niet proberen ze in één keer door te laten rennen, want dan ben je ook gewoon kaartenlul. En dan zit het potje er ook lekker snel op. 69-12, eindscore. Heerlijke gameplay neergezet. Heerlijk potje neergezet. Met de target finder erop wel, maar ja, dat maakt verder geen reet uit, want je weet gewoon waar ze spannen. Jij bent niet zo slim, want je hebt een tactical insertion en je cancelt hem niet. Dat doet er echt niemand, hè. Dan hebben ze een tactical insertion. Nou, dan denk je van, oké, hij is net gekilled. Dan gaat hij nu spannen bij zijn tactical. En je denkt, oh, hij zal zijn tactical wel cancelen. Maar nee, hoor. Ze laten een tactical gewoon lekker aanstaan. En ze spannen gewoon bij hun tactical, ook al ligt hij midden in de map. Maar jongens, je ziet het. Super chille tactiek om te gaan gebruiken in Black Ops 2. Target finder aanzetten. Quick draw sowieso er ook aanzetten. Maar de target finder hoef je niet per se aan te zetten. Je kan ook gewoon quick draw en adjustable stock of zo. Maar ik dacht, ik laat even zien met de target finder. Want dan zie je altijd in mijn richtpunt hoeveel man er gewoon voor je spant. Langzaam spelen. Langzaam spantrappen. En je haalt gewoon minimaal 50 kills per potje. Nu heb ik er 73. Een beetje geluk. Kan het in de full party doen. En dan heb je nog veel meer kills. Kan je makkelijk een 100 plus halen. Maar bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet hem niet te liken. 800 likes ben ik weer ontzettend blij. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.